vandaag maandag en ik heb nog een week kerstvakantie. En ik ben nu lekker met Eenje aan het wandelen in het bos. Het is gelukkig droog. En ik ga met Stanley vandaag wat filmen voor de auditie. Dat ga ik gewoon weer filmen. Ik weet niet of het nog al goed genoeg is, maar ik wil gewoon alvast gaan filmen. En dan zie ik wel hoe het op beeld eruit ziet. En zoals ik al zei, ik ben de hond op uitlaten. En ik ga nu zometeen achter de computer ga ik even wat posts inplannen. Want ik doe mee met een 30 dagen challenge. Tenminste, ik ga een 30 dagen challenge doen. Dus elke 30 dagen een post plaatsen op Instagram en op mijn beide accounts. En dan is het handig als ik al wat ingepland heb, dan hoef ik niet elke dag aan te denken. Want sommige posts kan ik al alvast typen of uitschrijven. En dan via een programmaatje van Facebook volgens mij kan ik het alvast inplannen. Dus dat ga ik doen. En ik ben ook weer bezig om weer wat gezonder te eten. Want de afgelopen decembermaand heb ik best nog wat gesnopt. Dus alle kerstfeestdagen, kilo's, wil ik er weer af gaan sporten. Dus ik ga ook sporten oppakken. Ik weet nog niet precies wat. Ja, ik ga wel met mijn moeder één keer per week een soort pilatesachtig doen. Binnenkort hebben we daar een proefles in. En geen idee of we dat leuk vinden, maar dat zien we dan alweer. En, een beetje ruzie met mijn camera. En ik wil op zolder ook wat meer gaan sporten, want boven op zolder hebben wij een fiets staan en nog meer allemaal apparatuurtjes om een beetje fitter te worden. Dus dat ga ik zometeen ook nog even doen. En daarna pas een stal. Dus lekkere bezigheid. En natuurlijk weer meer met de hond wandelen, langere wandelingen. Want wandelingen is ook goed en voor de hond is het ook lekker. Dus en dan opletten wat ik ga eten. Ik zit nu in de auto. En ik ga naar stal. Ik ga samen met mijn moeder mijn Stanley werk aan de hand doen. En dan gaan we trainen voor de auditie. Dus trainen voor de auditie. Dus ik heb mijn oude camera weer mee. Want daar gaat mijn moeder dan mee filmen. En ik ga het nu, denk ik, als het droog blijft, gewoon buiten opnemen. Want dan ziet Stanley de rest van de keuken dus net wat relaxter dan in de binnenbak. En als het goed aanvoelt, kan ik altijd nog de binnenbak ingaan. En van de week komt ook nog een oud stalgenoot helpen met filmen. Ja, ik ben op stal. Max zit al in mijn nek. Max zit lekker bij dat drukke hoofdstation achter me te eten. En Stan, die is gewoon slim, die staat gewoon alleen. Dus, maar goed, ik heb snel Stan nodig. Dus die denk ik neem gewoon lekker een hoop plekje hier alleen. Toch zo slim, hè, Stan? Ja. Kleine mini voice-over. Nou, ik heb eerst alleen eventjes in de buitenbak gelongeerd, zodat hij al wat lekker opgewarmd was voordat we naar de trainingen gingen voor de appartementen die ik nog nodig heb voor de auditie. En linksom aan de blinde kant van Stanley gaat het longeren ook steeds beter. Gaat af en toe nog wel stilstaan om mij te zoeken, maar het gaat een stuk beter. En waar ik echt trots op ben, wat hij toen ook vandaag aanbood, is stukjes Piaf. In ieder geval het ritme, laat ik het daarop houden. Vanaf de linkerkant, terwijl hij me niet ziet. Dus echt puur op intentie en stem. Nou, daarna zijn we naar de binnenbak gegaan en zie je hier mij een appartement doen in stap. Stanley vindt vooral de lengtebuiging heel moeilijk en ik ben al heel erg blij hoe hij dit nu zo laat zien. Hier doe ik een halve pirouette. Hij zal nog wat meer, of vind ik het deze kant is een makkelijke kant, zal nog wat meer mogen kijken naar waar hij naartoe gaat, dat hij iets wat meer lengtebuiging gaat pakken. Maar we zijn eigenlijk pas weer een maandje verder nadat zijn oogongeluk gebeurd is. En het aparte is, ik loop nu ook aan de blinde kant. En dat vindt hij toch dan makkelijker. Want hij kan ook zien waar hij nu naartoe loopt. En ik vind eigenlijk best wel dat hij al heel erg vooruit gegaan is in een zeer korte tijd. Nou, nu is het natuurlijk straf. Hier wordt hij soms wel wat zwaar op de hand, want hij vindt het heel moeilijk om te gaan dragen op het achterbeen. Maar dan nog ben ik al nog best wel trots op hoe hij het nu aanbiedt.
En Stanley is natuurlijk ook al wat ouder. En ja, de laatste tijd doet hij het gewoon heel goed. Nou, dit is aan de andere kant op. En dit is een moeilijke kant. Hier geeft hij heel veel tegendruk. Dat zie je ook een beetje. Hier wil hij ook niet mooi de buiging aannemen. En ja, hebt hij ook de beenzetting. Hij wil ook niet echt dragen op het buitenachterbeen. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Mijn hond is een dag later. Die weer niet wil komen. Maar in ieder geval. Stanley gaat een kraniose kraakbehandeling krijgen. En daar ga ik filmen. Er komt een aparte video over. Ik wou vorige keer al filmen, maar dat was toen de eerste keer. En dan is het toch iets minder prettig. Want het is voor mij ook een beetje nieuw en diegene kende ik toen ook nog niet. Wanneer dat online komt, dat weet ik nog niet. Nou, ik ben op stal. Ik ga even Max en Stanley pakken, want Max mag even Stanley gezelschap houden. Dus, en dan ga ik gelijk dat hard spul op Max hoeven doen. En we Stanley op zijn achterhoeven, want Stanley heb ik voor ijs, dus dat is niet nodig. Dus ik heb ook even mijn voelbakjes meegenomen. Nou, niet te zien. Maar in ieder geval, die gaan ook weer opgeruimd worden. En ja, nou, ga ik ze eerst zo even halen. Nou, Stanley gaat weer een kraniose kraalbehandeling geven. Nee, Stan, jij is voor de En dat is Roxanne van Equine Vital. Want wat houdt kraniose kraal een beetje in? Bij kraniose kraal dan werk je heel erg op het hersenvocht, zeg maar. Net zoals wij mensen hebben vanaf, zeg maar, hier helemaal voor, dus helemaal achter. Oh ja. Nou, Stan heeft zijn craniaalse kraalbehandeling gehad. We staan nog even op stal. Het is nu net 1 uur. Dus ik ga even kijken of ik ze nog even laat staan. Of dat, want Max moet zijn medicatie nog krijgen. En na een half uur later kan hij pas een kracht voor eten. En volgens mij heb ik gisteren om 2 uur gegeven. Dus als ik hem nou om 1:30 geef en daarna een stalgenoot haar paard Crasha geeft. En daarna naar de kwastje dan nog even eten geeft, de krachtvoer. Dus ik laat ze nog even op stal staan. Ze staan relaxed, of Stanley staat relaxed te eten. Dus ik denk ik gewoon even laten staan. Maxi is anders wel iets onrustiger op stal. Maar goed, dat Stanley staat erbij en heb gewoon een bak eten. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga zelf nu ook even eten. Ik ga nog wat uit de auto halen en dan wat eten. En dan ga ik dan zo een paard kwastje geven. Misschien nog 2 laden oefenen. Moeten we even kijken hoe het allemaal loopt. Ik ga Nero Bastia geven. Wat ik ook leuk vind is dat ik het paard altijd de steen zelf laat kiezen. Ja, dat is net wat je zelf wil. Ik vind het altijd wel grappig om te zien. Nero. Ja. Welke steen wil jij? Net was heel geïnteresseerd, maar nu zie je van zo. Poging om deze dag te openen. Het is vandaag donderdag. Gisteren heb ik gewerkt. Dus niet gefilmd en ook niet naar de stal gegaan. Want Max hoeft nu nog maar alleen maar om zijn parool. Dus stalgenoot was wat lief om dat te geven. En ik kreeg geen kracht voor. Is ook geen ramp.
laatst wat jullie gezien hebben, was een klein stukje van het Carniose Kruil. Daar komt een aparte video over wanneer die online komt. Weet ik nog niet. Vandaag ga ik weer werk aan de hand doen met Stanley, want de komende, met gisteren bij 3 dagen, mag ik niet rijden. Dus zaterdag mag ik er weer op tijdens de kliniek van Jolanda. Ja, goede overgang. Die is in ieder geval mooi rustig. Ja, kijk. Heel goed. Rust. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik heb gisteren niet zo heel veel gevlogd. Ik heb wel gelukkig nog wel beelden van de training. Van de training. Dat ik heb wel gezegd dat Jet kwam om te helpen met filmen. Voor de auditie, nou die beelden heb ik in ieder geval. Dus dat. En ik ga vandaag ook weer trainen. Ik noem het niet meer filmen voor auditie. Ik neem wel mijn camera mee. Ik ga wel filmen. Maar ik ga het gewoon als een training zien. Het scheelt mij weer heel veel frustratie. Tenminste, frustratie is een groot woord. Maar perfectionisme, laat ik het zo zeggen. Want ik doe dan gelijk het goed gaat. En als het dan even een pasje minder gaat, dan stop ik gelijk. In plaats van dat ik gewoon even doorzet. Op zich ga ik er wel door, maar dan moet ik de hele oefening weer opnieuw doen. Dus ik stop eigenlijk zelfstandig hier. Weet ik het. Kom Enja! Echt die hond af en toe. Hij is altijd smetten en hij let ze gewoon niet op. Maar goed, wat ik wil zeggen is dan ben ik met Stanley met een oefening bezig en dan doet hij een pasje niet goed genoeg, vind ik dan. Omdat hij gewoon even zijn balans kwijt is en niet dat ik hem boos word, maar dan stop ik. In plaats van dat ik gewoon even zeg, nee, is hij dat rechter achterbeen dan weer onder, of ik noem maar wat. En dan gewoon doorgaan. Dat is beter dan dat ik stop. Dus dat had ik gisteren een beetje last van. Dus ik hoop vandaag minder. Ik ga vandaag ook in de buitenbak filmen, niet in de binnenbak. Want in de binnenbak heb Stanley toch soms de ene keer wel, de andere keer niet van, oh, ik ben alleen. En de buitenbak, rondom ziet hij natuurlijk wel paarden. Dus ga ik kijken of hij daar iets meer ontspanning hebt, waardoor hij er ook wat beter kan buigen. Terwijl dinsdag, die maandag had ik gefilmd. Ook in de binnenbak. Nou, dat ging gewoon perfect. Het ging gewoon goed en ontspannen en relaxed. En Stanley heeft 1 keer gehinnikt. En gisteren was het dan, drama wil ik niet zeggen. Maar had hij gewoon wel meer last van. En dat heeft Stanley altijd gehad hoor. Want de volgende stal had ik al een binnenbak. Maar zag hij de paarden, zijn groep kudde zag hij dan. En was het goed. En als ik in de voorste bak ging rijden, waar hij niet zijn kuddegenootje zag, kon hij ook wel eens gaan hinniken. En daar hadden we van die weilanden waar je helemaal naar achter kon lopen. Naar de ene keer ook een lang teugeltje naar achteren. En langs de weilanden om uit te stappen of in te stappen. En wou ik het de volgende dag weer doen. En dan was het, nee, wil ik niet. Want dan moet ik van mijn kudde af. Dus dat heeft meneer nu dan een beetje in de binnenbak, omdat hij de paarden dan niet ziet. Ik ben op stal. Ik ga nu Max zoeken. Ik ga even Max aandacht geven. Eten en aaien, een borsteltje. Nou, nu niet dat ik veel meer ga borstelen. Maar iets langer eten ga geven. En ik heb hem al gevonden. Hoi Max! Wind doen! Hij is een standing gelaten. Nee. Ik ga even nog wat opnemen. Voor een video. Want die vissen zijn niet te schoon blijven. En dan mag lekker zonder deken zo meteen. Want er is geen wolkje in de lucht, de zon schijnt. Dus we hebben een beetje koude wind, maar even door de ijzerbos weggevoerd. Nou, ik heb net Max even gepoetst voor een stukje van de film, voor een video. En nu ga ik van zijn hoeven doen, want hij had een beetje rotstraal. En even foto's maken of het nou ook goed ligt, want van de week had ik niet echt goed ligt. Dus dat ga ik nog even doen. En dan mag hij weer even op stal en dan mag hij eten. Ik kan het spul wat ik voor zo'n rotstraal gebruik even intrekken. En dan ga ik zo lekker de stem halen. Nou, ik heb met Stanley getraind. En Max even gepoetst.
En nu ga ik naar de intratuin met mijn moeder. Ik ga even lunchen. Zwijmen. Hallo. Nou, ik ben nu thuis. Ik heb wat dingen bij de intratuin gekocht. Dat komt in een aparte shoplog. En ja, wat zou ik eens zeggen? Deze week is echt de week van dat ik ook aparte video's aan het opnemen ben. Waardoor ik dan de week video eigenlijk soms wel een beetje vergeet. Maar goed, een paar materiaalstukjes van het trainen van Stanley. Dat kan ik natuurlijk wel gewoon in de weekvlog doen. En dat ga ik ook gewoon doen ook. En ja, even wachten. Mijn engine weer uitlaten. Ik ben hartstikke moe. En ik heb een verjaardagscadeau voor mijn vriend. Ik ga niet zeggen wat. Ik weet, hij kijkt in principe niet mijn vlogs. Maar voor dit geval, hij deze wel kijkt. En dan ga ik niet zeggen wat het is. Hij is pas in februari jarig. Dus we moeten nog even wachten. Goedemorgen. Het is morgen. Het is vandaag. Zaterdag. En ik heb vandaag een kliniek met Jolanda. Daar komt ook een aparte video over. Ik laat wel wat beelden zien. Maar de grote video komt later online. Gisteren hadden jullie de beelden gezien dat mijn moeder naar de intratuin was. En ik ben echt totaal geen groene vingerspersoon. Maar ik heb deze bakken gekocht. Die kan je ophangen. En dan potgrond. Want ik heb een keer van die zaadjes gekregen met allemaal kruiden voor je paard. Dus die heb ik er nou, die wil ik niet nu. Maar die wil ik in die bak gaan doen, zodat ik kruiden heb voor het paard. Ja, het is nog donker buiten. Vandaar het geweldige licht. Dus ja, ik dacht misschien is het leuk om jullie ook een beetje mee te nemen hoe dat groeit. En ik heb echt werkelijk geen idee hoe ik het dan kan plukken. Maar goed, dat wijst zich denk ik allemaal wel vanzelf. Dus dat ga ik doen. Ik wil eigenlijk ook nog een rozenbottelplant in een plantenbak hebben. Zodat ik rozenbottels kan plukken voor mijn paarden. Dus dat eigenlijk. Ik weet niet of het gaat werken, maar dat zien we dan wel van het voorjaar. En zodra het allemaal gaat groeien. In ieder geval, ik heb super veel zin in de kliniek. Nou, Stijn, is dat lekker daar zo? Daarna moet ik zeggen. Echt zonnetje te genieten. Geen idee waar Max is. Hierbij ga ik deze video afsluiten. Ik wil dit jaar ook de video's beter afsluiten. Want ik vergeet altijd de video al te sluiten. Dus hierbij ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om te abonneren. Doe even een duimpje omhoog. En laat even een reactie hieronder. En met het abonneren en het kijken van mijn YouTube filmpjes helpen jullie mij enorm. En want als ik uiteindelijk de 1000 abonnees heb gehaald. En volgens mij 4000 kijkuren. Dan kan ik eventueel geld genereren van YouTube. Het zal niet veel zijn, maar het lijkt me wel een heel leuk doel. Tuurlijk, ik blijf dan gewoon daarna ook nog gewoon lekker vloggen, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus het gaat me niet om het geld, maar het lijkt me wel leuk om een klein beetje wat mee te verdienen, want ik steek hier heel veel tijd, liefde en energie in. In ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!